begint met name al in het najaar. En het is toch, als het ene corso voorbij is, dan wordt er alweer vooruitgekeken naar het volgende corso. En ja, we zijn de avond bij elkaar gaan zitten. Een van de ontwerpers die had nog een idee op de plank liggen. En vervolgens hebben we daar een context bij geschetst. En de context is de dakkapel geworden. Is het idee Maan uiteindelijk uit ontstaan. Wij hebben gisteravond ongeveer 3.500 kisten al uitgeleverd. Totaal van de 9.000 kisten die heel in volover gebruikt worden. En de kwaliteit is dit jaar uitermate goed. De kisten zitten goed vol en dus valt niet over te klagen. Als het erg nat weer is, dan heb je gauw bruine bloemen. Maar vooral in dit jaar, we hebben mooi weer gehad de afgelopen dagen. Ja, het ziet er gewoon perfect uit. Er wordt gewerkt in een grote hal waar iedereen weet wat hij of zij moet doen. En waar de maquette van het ontwerp een belangrijke rol speelt. We kijken ernaar. De maquette is gewoon het uiteindelijke plaatje wat het moet worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat hier in de schuur staat op dit moment. Het kindercorso wordt ook steeds belangrijker in Vollo. Ja, klopt. Dan zien we steeds meer een verhoging in bestelde aantallen. Dit jaar gaan er maar liefst 160.000 bloemen alleen al in het kindercorso om. Ja, dat is ongekend. Je ziet toch echt, jeugd heeft de toekomst. Het kan haast niet anders of elke volwassene in Vollo is betrokken bij de voorbereidingen. Er zijn 12 wagens met elk vele tientallen vrijwilligers. Heel Vollo loopt in feite uit. Vrienden, familie, bekenden, kennissen. Iedereen helpt ons om de creaties op de weg te krijgen. Iedereen neemt gewoon vrij. En dat is alle werkgevers in de buurt die weten wel. Mensen in Vollo, die zijn vrij met Corso.